Het is vandaag dinsdag. We gaan weer verder met zuurkool maken, de tweede dag. De tweede stap eigenlijk, hè. Nou, zuurkool is mooi ingeklonken. Hier in het atelier ben ik nog steeds bezig met het distribueren van de tekst van de dominee. Dat wordt een beetje lastig omdat ik per ongeluk twee verschillende kasten heb gebruikt. Ik heb hier Excelsior half vet en ik heb hier Excelsior mager. Die letters zitten door elkaar. Dus ik moet dus heel goed kijken wat ik doe en ieder lettertje precies goed terugleggen. En dan moet ik straks ook nog even boodschappen te gaan doen voor de zuurkool, want ik heb ook nog wat ingrediënten zoals karnemelk, inmaakkruiden, etc. En dan ben ik natuurlijk ook nog aan het schilderen. Ook dat moet af. Deze week moet ik hier heel ver in komen. Ik hoop zelfs dat ik het klaar krijg. Vraag is of dat lukt, want het is nogal veel werk. Het is heel veel priegelwerk. Nou, dit zijn een beetje de ingrediënten die je nodig hebt voor het maken van zuurkool. Dat is kruidnagel, inmaakkruiden, jeneverbessen, laurierblad en, heel belangrijk, karnemelk. Dan is het nu de bedoeling dat je dus iedere keer een laagje kool in het vat doet. Ongeveer een centimeter of twee, dat kun je wel bepalen. Dan giet je er een scheutje karnemelk bij. Wat inmaakkruiden zo. Een laurierblaadje. Een paar jeneverbessen. Nou, een stuk of drie is zat. En een paar kruidnageltjes. En dan stamp je alles met deze stampert lichtjes aan tot het een mooi vlak wordt. Nou, en dat herhaal je tot de pot voor driekwart vol zit. Nou, aan die driekwart ben ik onderhand wel. Nou, en dan moet je even terug naar de moestuin om drie mooie koolbladeren uit te gaan zoeken zonder gaten. Drie bladen, zitten wel een paar gaatjes in van de beestjes. Maar dat is dan maar zo. Een beetje afspoelen. Nou is het zaak om de harde kern er even uit te snijden. Nou, en deze koolbladeren, die leg je over de kool heen. Zodat die volledig is afgedekt. Zo. Nog eentje hier. Even goed checken dat hij dus de hele kool dekt. Ja, dat is het geval. Dan gaan er stenen bovenop. Er mag geen materiaal aanzetten. Die stenen moeten echt schoon zijn. Deze stenen houden de kool beneden. En dan giet je er water in tot aan dit randje. En je moet ervoor zorgen dat de stenen volledig onder water staan. Nou, dat is nu het geval. Er mag geen losse kool in liggen, dus dan moet je echt goed naar kijken dat dat eruit is, want dat gaat namelijk rot. En als laatste gaat de deksel erop en giet je het waterslot vol met water. Tot aan het randje. Nou, dan zul je merken dat op een gegeven moment de pot belletjes gaat blazen. En dat betekent dat de zuurkool aan het rijpen is. En de allerlaatste handeling is de pot een mooi plekje geven in de keuken. En na 6 weken heb je zuurkool. Ja, dan is het inmiddels alweer 4:15. Tijd om te gaan eten. Althans, om voorbereidingen te treffen voor het eten. En dat worden vanavond pannenkoeken.